Henk, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben Henk Stevens, geboren 4 oktober 1931. In een jong gezin van Neugenkinder. We hebben hier in de Maasberg gewoond. We hebben ook in de oude broerie gewoond en later hier boven op de berg gewoond. En ja, in de jaren wie ik zo jong was, van een jaar of 6, toen kreeg ik zo'n beetje met van smokkelen. Toen smokkelde de man met Mechel. Die smokkelde ze suiker en boter vanuit België. En dat wordt dan hier aan de lu met ons. Wat gaat Henk, Mechel, waar was Mechel? Mechel van de Sussachterveer, die woonde niet in de Schippersbeurs. Waar het niet Gouder de Boergaard? Dat wordt in de naam waar Gouder de Boergaard, maar veel zachter Mechel van de Sus. Mm-hmm. En wat speelde die voor rol? Die ging met de mam smokkelen, hè, en die gingen samen met een tjewen. Die houden zich gemaakt, wie ik er zit. Allemaal zijn beentjes en daar deden ze de suiker in. Dat wordt 8-9 beentjes en die deden ze vol suiker. En dan bond je dat om en wordt je alsof ze crochet omhouden, een dikke vod. Ja, en de boter, die deden ze veur op. Wordt dan boter en dan suiker. En dat, ja. En dat wordt een kleine smokkelaar? Dat wordt een kleine smokkelaar. Maar van Willem tegenwoordig is het de grote smokkelaar. Oh, maar dat is toen word ik al gedouwen. Dat is geweest, dat was de toebak wat ze gingen smokkelen met de woord Chris van ons. Dat wordt de man. Ja. Waarvoor dat ze allemaal die namen eens nemen, moesten we eens dus vertellen met wat er allemaal woord bieug. De pap en de mam. Pap en de mam. Chris, Marie, Kerlien, Bernhard, Henk, Leo, Katrien, Agnes en Harry. Dat zijn dus neugen. Hè. Dat worden de neugen van Stevens. En de dikbes in Eelse geboren. Ik word de eerste die in Eelse geboren is, want de pap van ons, die is met het graven van de kanaal is daar hier aankomen. En sinds die jets hebben ze nog even in Geul gewoond, maar later zijn ze naar Eelse komen wonen. Het dorpje vond je ze wel schwander. En de pap, die wordt, hoe wordt even dan? De pap wordt van Brabant, van Erp, en die is met naar graven van de kanaal is daar hier aankomen. En ja, ik ging met Leo, ging ik dan naar de machinistenpap en de zat op zijn locomotief en de koos op de drechtlijn en op de wals. En dan smiddags gingen we weer met zo'n twee bekjes, dat kennen de lui nog wel, de oude lui kennen dat, gewoon de ene kant sop en de andere kant eerpel met een korte lid of het spek, een gaal wat de pot schafde. En dat ging ik dan met Leo, ging ik dat brengen en dan de pap die zou staan storen onder aan de kanaal en dan kwam hij aan de brug ongeveer en dan deed hij fuut, fuut met die fluit van de treintje en dan mocht hij weer een stukje op dat treintje en helft hem onderheen. De pap wou aan het eten en de kortelet helft hem nog half opgegeten. Hij bleef ons maar voor en hij had zelf niet veel gehad. Waar eigenlijk een familieman de pap? Pap was eigenlijk een familieman, een hele goede mens, veel te vroeg gestorven. Ja, en toen woonde je wat nu de broerie is? Wat oude broerie, daar ook gewoond, joh. Ja. Dat wordt gans onderkelderd, in de oorlog hebben we daar nog veel schippers hebben daar geslapen en gelogeerd. Want die schepen houden ze hier de loon, geblazen die Pruisen. Hè. Want hierboven, hier op de Maasberg, die had ze wat ideeën wie die komen. Toen leef ik met de mama en een eind, leef ik hier even naar Mechel. We waren bang, want die gingen niet scheten. Met zo'n kleine nunnetjes schoten de jetsen, shirt schoten ze de bremmers door. Wat in de kajamat, die jongens schoten in de kajamat met de metalleurken. En die komen met kanonnen hier. En de bremmers is hier begraven? Is ook hier begraven, dat graaf ligt hier nog. Ja, dat zie je op dat stukje dorp, je al gaat metgemaakt, hè? Oh, je hebt hier al gaat metgemaakt in dat stukje dorp. Dat kan ik wel vertellen. Mm-hmm. Ze waren over dagen, s'nachts, als die gingen smokkelen. Dan moesten Leo en Eve moesten op de hoed. Ja, wacht, dan gaan we eens even kijken. Wie, met de hebben ze nu over de grote smokkelaar. Ja. Maar daar waren dus de oude broers van die waren eigenlijk daarmee begonnen. Chris, de oudste. Ja. Want Bernhard, die was gehandicapt. Die had een trap van de peert gehad. Die lag op de stop van de oude broerie lag die in een bedje. Dus die koos niet helpen. Maar Leo en Eve moesten op de hoed gaan staan. We moesten kijken als de kemiezen komen. Hoe die zich gingen verschansen. En dat vertel ik die strak wel, dat is de onder aan de muziekzaal. Daar kun je naar het kasteel lopen, er zijn weer 3 of 4 loker. En dan kroop hij in en dan wist we hoe we zaten. En dan wisten we wat we moesten doen. Daar heb ik nog dadelijk een zo'n anekdote van. En in een kemis, dat was een engel van Maastricht en Erp. En hij zag maar eerst keer, Stevens, ik krijg die toch in de kier. Ja, hij reageerde daar niet op en dat was hoofdzakelijk tegen Chris, tegen ons zag er niks. En dan waren ze als vier een kroeg door, dat een van ons onder de duiken was.
toebak halen. En wat zit je aan het doen? Ja, knieën voor aan het halen. Je moet de knieën voor halen. Voor papa heeft die aan het knieën. Oh. Maar dat wordt heel gelang is, hè. Dan wordt of Leo of ik onder de duiker doorgekropen. Door de kant van de knaal. En dan riep de man. Jong, als we die schwal komen, dan moest gauw een zakje toebak gaan halen. De bel staat aan de kant met een zakje toebak. Want die zijn lief in Kerkeren of Brunsum of hele rij. Of zitten, gaan ze komen van alle kanten, komen de bio's toebak halen. En s'nachts worden gesmokkeld met 300 kilo toebak. Hè. Maar ze zitten in de oorlog, hè? Ze zitten in de oorlog, zeker. En word je bang voor de Pruisen? Ze worden niet bang voor de Pruisen. Nee, de worden, en trouwens, toen wordt dat ook niet zo erg, dat vuil Pruisen niet worden. Die worden in Belgisch-Frankrijk doorgetrokken. Hè. Hier zorgen ze niet veel, af en toe een razzia. Maar toen hebben ze Jan van Grootjans hebben ze toen nog gepakt en meegenomen. Maar Chris van Oosterbouw werkte zelf op. Dat hebben ze niet gekregen. En later hebben ze Chris Waal gekregen. En die is toen in Tudderen uit een trein gesprongen. En die is hij terechtgekomen bij de bekker. En als hij in Duitsland werkte, hoorden ze niet wie in Duitsland in een concentratiekamp. En die heeft een jaar 5, 6 heeft Chris toch bij de bekker gewerkt. In de oorlog? In de oorlog. Dus Chris wordt opgepakt? Ja, in de metgepakt. Om het smokkelen? Nee, voor te werk gesteld worden voor in Duitsland. Niet voor het smokkelen, daar wisten die Pruisen niks van. We zijn alleen hier de kemise tot hier gesmokkeld wordt. Want aan de kant van de knaal, daar zat de oude Tjeu de Peep. Die smokkelde door s'nachts. Maar ja, van Stijn? Van Stijn, ja. Die is later geïmmigreerd naar Amerika. Die heeft hier de Runje van Eilsen nog eens gewonnen met 2 runjeveur. De gekke peeps achter zich. Nee, het lijkt met je. Dus het bakken van Chris kun je eigenlijk Duitsland? Ja, maar hou zadel op de bakker. Zowel in Heerlen en hou gebakken bij de Gubbel in Steek. Maar de beste jaren heeft er in Duitsland gezeten bij de bakker. En die Ludo is er later nog altijd hergegangen. Daar is er gewoon contact mee blijven houden. En wie er hier begon, zijn die ook hier komen kijken naar wie er begon, wie van IJs, bakkerie gehuurd. Zo is ze begonnen en later hebben ze de bakkerie de Bovenstageweg plus de winkel geboet. En toen hij Bernhard van ons om te gehandicapt worden, hij toen de koffie gekregen. En toen zijn de mam en de pap die zijn hier naar de Dobbel in de koffie gegaan. En Dobbel, dat is nu Dorpstraat 19? Ja, Dorpstraat 19. Ja, dus je hebt al op de Dorpstraat 3 gewoond? Hierboven? Nooit aan de ouders liggen. Nee, nou, 6. Hierop neem je aan de koffie gewoond? Nee. We worden getrouwd. Ja. En Bernard is later teruggekomen naar het dorp? Hij heeft hier de frituur gehad met de koffie. Ja. Ja. En dan kroop je gewoon de duiker door. En dan denk je eind, dan houdt hij 5 of 10 kilo. Toebak en boenjoming op de rug, want in het midden, de duiker, dat gaat zo, hè. Dat gaat zo in de midden. Mm-hmm. En in de midden moesten ze kroepen. En we moesten nog leren lappen om de dinges. Moe, hoe de leren jas, die boede, draaide voor zo'n moest kneden, want daar lag glaas en zo te ratten. Af en toe ging ze rat langs de eren over de arm. In de midden moesten ze zeker 10 tot 15 meter kroepen. Anders kwam ze niet door. Hè. Mm-hmm. En dan kwam ik hier en dan flutte niet. Als ik dan een fluitje tegenkreeg, wordt het veilig. Maar waarde niet niks. Kon zich niet uitkomen, want er was een kemis door. Komen die er toen al niet in? Die wisten het niet, tot het weer in de tunnel zaten. Nee. Want dan had je ze daar wel pingen over de tunnel gaan zitten. Maar je wel eens gehad. Toen word ik al ongeveer boete. En toen zag je hoe druk. Toen kon zich niet meer druk. Want hou me gezien. Ik denk, wat, dat is de laatste kans. Toen stoog ik door de bergen over. Nadat hij... Duikerken in daar, naar het kasteel. En dan koos ze op in het kasteel, dat ludderken op, de deksel op. En zo op het kasteel ben ik toen even gelopen. Dat hadden we nog niet gekregen. Het kasteel bedoelt het park met dat? Ja, daar kunt je dadelijk kijken, daar liggen een rooster, daar komen goed. Ja. En dat koos me niet meer bijholen, nog niet met zijn fiets. Ja, daar ben ik gewoon een heel stuk kasteel op. Ja, maar, En toen, want de mooiste van ons, die leep achter aan het huis, kwam daar uit. We koosten van de kelder, zal ik zeggen. Er waren 4 kelders. Want er slepen ook 3 schippers gezinnen in de kelder in de oorlog. En van de kelder uit, we koosten van de keuken, het luug op, de kelder in en dan koosten we zo naar het kasteel op. En wij dicht nog met in de Maasbarig? Dat waren als
Dan houden er dragers, drie dragers, dat waren Pievergus van Willemen, Tjurke van Deder en Chef de Verhang, de smalle vissers achter ze. En die kregen dan, de eerste keer als die metgingen, kregen die 100 tot 150 gulden. Dat wordt een kapitaal? Dat wordt toen veel geld, joh, maar ja, dat wordt ook veel verdiend aan de toebak. Maar we gaan eens even kijken wie dat toebak tot hier komt. Dat ging hier zelf niet op het Belgisch holen? Nou. Nee, de Belgen die brachten die tot aan de duiker aan de kant van de kanaal. Dat kent ze in de duiker en uit de duiker. Zoals we hier aan deze kant. Ja. En hoe met wisten hoe dat die Belgen daar waren met de toebak? Die Belgen die zagen gewoon, Chris ging de heer en die zag als het nu gaat is, kijk, en dan moest hij een van ons met een vlag hierboven. En dan zwaaiden ze met die vlag en dan stond hij daar te kijken, want hij woonde op de hal. En dan wist hij dat er moest komen. En dan bleef hij met die vlag, leeuw of weg, bleef er staan. En dan als hij dan met die vlag kwam aan de ingang van de duiken van die kant, dan wist hij dat voor. Want ik woon 10 minuten hoor in die kant, daar komen de duiken door. Dus dan wachtte hij wel even. En dan, hoe stond er precies met die vlag? Boven op het Kleinbergske. Ja, Kleinbergske, ik weet niet wat het Kleinbergske is. Als ze nu hier de Maasbergen afgeven, dan hebben ze de onderlinks hebben ze een pijtje. Het gaat steil omhoog. Ja. Jo, weet dat waar, geloof ik. Ja, als de opkomst links. Als de opkomst links. Ja. Hè, dat gans steil ding. En dan bovenop, daar zou het oog einde, zou het of leeuw of echt s'nachts als Chris met die grote smokkel. Die zaak toe wat ging wonen. En die komen met de bootje komen die de kanaal over. Een stuk op geul aan. Dan een zie, dan een stoor. En dan, ja, als dan hier kemiezen zaten, dan komen ze niet hier op. Maar dan gingen ze in een weg door het gestel achter de jood door de moester. Oh, die gingen al met bootjes over de kanaal? Door de kanaal, ja. Minstens die vier zak toebak van Christen ging met de bootje. En, de jongeren die stonden dan deze kant en die kregen die zak toebak en daar gingen ze. En op een gegeven moment, in het begin van de opname, heb ik gezegd aan Engel, dat was een Maastrichter naar de chemies. Die hou zich verschans in de muziekzaal en verwisten. Nou, drong erin of in de zaal zelf? In dat vierkant, ik geloof ook. Dat kent ze dadelijk wel eens zien. Mm-hmm. Je weet wat dat is als ze door dat pijtje afgeeft, nou de stijl op. En verwisten tot er zat. Ja, wat werd gedaan? Pap van ons, die worden vuurpost, die leven altijd met een zak gras. En die houden een kniplamp met rood en groen geleisje. En als de pap rood gooft, dan kosten die dragers niet komen, want het wordt niet veilig. En als er groen gooft, dan komen die door. En de pap wordt door en wist dat die daar zat. En dat zijn de rood. Maar die dragers, die houden ook de zak vol gras. En op een gegeven moment komen ze aan de muziekzaal en dan komt hij uit dat loch gesprongen. Halt, Rijksambtenaar, blijf staan of ik schiet. En ja, die geweer die zakte neer. Hè. En zo zag er Stevens, nu heb ik die eindelijk te pakken, hè, jong. Ja, zag Chris, als je dat meent, wat meent je dan? Ja, die zak touwbak. Hij zegt, Chris, is graag in een touwbak. Kijk het tegen me nou. Dicht hij die zak op, het wordt allemaal gras, hè. Een 100 miljard zag er, hebben ze mij nog gekloed. Dat wordt het zo'n beetje van het smokkelen. En ja, einde in de oorlog moest het geld inleveren. Ja. Ja, dat wordt ook zo gehad, want dat wordt niet zomaar een pakje toebak wat er overal. Nee, dat worden honderden kilo's. En die kuipers van u, die komen ook niet uit Deelsen aan? Nee, die komen uit gans half Limburg. Tot in Vols, Mechelen, Bleierij, Kirkra, Brunsum, Remun. En ja, goed, dat hoor. Op een gegeven moment belden ze en dan gingen ze dat op tellen. Die moest 10 kilo, die 15 kilo. En dan telden ze dat op en dan wist Chris, ik moet dan en dan moet ik 150 of 200 kilo toebak hebben. En dan gingen ze naar de bels en dat, ja, is goed. Dat. We hebben in ieder geval aan de oude Maasberg. Heel goed geëten van die smokkelcenten wat we verdiend hebben. Maar voor hem nog een half manual misschien wel een miljoen moeten verbrennen, want dat kost niet inleveren. Hè. Wie het geld moest inleveren. Dus maar 2000 gulden, hè? Wat bleef? 2000 gulden, ja. Dan hebben we links en rechts nog gaat uitgedeeld, dat ze die kosten inleveren. En dan moesten ze de helft moesten ze teruggeven. En dan ja, nee, de degen, hoort er zo op, die kreeg ze niks van. Maar ja, dat wou weg. Ja.
Maar Chris, het woord niet alleen toebakken. Wat, of Chris, zeg ik, sorry. Henk, het woord niet alleen toebak wat gesmokkeld worden. Nee, want van dat geld houden ze spek en goede boeren. Van alles hadden weer koffie en balskreest, alles bij de boeren. Voor geld. Die waren niet bang voor te slachten. Die waren niet bang voor te slachten. Pap van moest nog kalven in heel zijn slag bij de boeren pakken. De kalf tussen de been, het kupje en dan met een zware hamer. Boem, ook te verken. Liggen ze, gaat om de moel dat er niet kon kweken. Vooral voor de Pruisen, want die waren streng. Hè? Met gewone particuliere slag. Heeft ze met een hamer op de kop en die leeg je niet. Die leeg je minder als wie ze nu slachten. Voor één slagend wat gebeurt. Want de pap heeft uit de scheep nog veel meubelen gehad van die lui. Die scheep die worden gevlucht voor de haven in Steen, hè? Op het van de oorlog? Nee, die scheep die lagen hier, want er was niks. Oh, uit, dat is een goede vraag, uit. Dat is Jan. Allemaal, vroeg het af, nu. Dan hoef ik er dan niet te zeggen. Wie komen die scheep hier in de kanaal terecht? Die scheep komen hier in de kanaal terecht, die houden geen vrachten. En dan komen die hier, en het worden van Daniels en van de Wis. En een van der Horst, heb ze misschien gekend, die familie houden ook veel kinderen. Die hebben bij ons in de kelder gelogeerd in de tijd van de oorlog. Want de Pruisen lieten al die scheep, wie die terug trokken, al die scheep laten ontploffen. Ja. En hij had de pap van ons, want ik zie hem nog komen met zijn fornuisje. Ja, en er waren die heel smal trapje naar onder. Fornuisje, ze kregen het niet boven. En toen zag de pap van ons, zet het maar op mijn rug. Al met kegelken op zijn rug en zo komt hij met het kegelken naar boven. Die lieve ze blieft tot ze het kegelken houden. En meer van die meubeltjes. Hè. En de boem, 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 met die scheep naar de andere. Ja hoor. En er is dan plus zelf wat gebleven in die scheep? Hè? Ja, dat is wat oud verzanden die scheep. Dat was zeker dat hij niet meer wegkomt van de angst of gaat. Ja, een deserteur heb ik eens gewerkt. Dat zou ook kunnen nu, jong. Maar ik weet nog dat bij de Hollandse soldaten komen bij de pap van ons, het tiske. We kunnen de brug laten springen. Kent ze de meid gewoon? Is de pap nog metgegangen? Met die soldaten hebben ze de brug laten springen, bij de Pruisen, hier in Heelse. Dat is bij de inval geweest. Hè? Ja. Henk, als je nu een smokkelen wordt, wie deed je dat zijn aan deze kant van de kanaal? Dat begon ze al, voor, als er uit de schwal komen, moest je erop letten of kemiezen komen. Als kemiezen komen, dan moest je wel kijken hoe die heren gingen. En als ze weggingen, ja, dan zaten ze in de weg. Maar ging een onder ergens zitten of ergens staan tot er zich ging opstellen. Dan zag hij weer dat ding, de pap of tegen Chris af en door en door. Is de heer gegaan en zal door en door wel zitten. En dan ja, op het kleibergje, zal ik zeggen, de wits waar dat is, daar achterom aan de stangen. Die bedoelt wat nu de trappen zijn? Want nu daar zijn nu trappen, daar boven in die struik. En daar wordt dan het open kosten kijken, het belg op kijken. En als veer daar met een witte vlag. Zijnde, dan wist hij tot weer onder de duiken door de dag wordt dat alleen. Tot we dan toebak naar de gouden. En als hij dan terug zijnde, dan wist we tot er daar wordt. Zijnde en niet terug, ja, dan moest verwachten. En uiteindelijk wordt hij meestal wordt hij wel door of zijn vrouw of een van die kinderen. En dan wordt gevlacht, dan wordt goed. En dan 20 minuten later, dat ging volgens de klok, 20 minuten later moest ik of Leo dan een dijkeind zijn. Voor dat zak toe in ontvangst nemen. De bonjer was op een ruk, want dat kostte niet in een eind houden, want we moesten in de midden moest verkroepen. Want vrouwen van die oude leer eisen aan en leer om de knieën, want er lag glas in en porselein, die scherven en van alles, want dan had ze de ganse been kapot. Hè. Want er moest zeker 15 tot 20 meter kroepen in het midden. En de zakzussen, dat wordt overdag, dus die Belgen worden overdag een dijk eind, ja. Die komen zelf de Maas over. Maar s'nachts worden het dan tot geen de Maas over ging. Nee, dan waren gewoon de Maas in de Veenwaard overgegaan. De Belgen hebben altijd aan de kanaal aan de duiker gebracht of aan de kanaal die. En die bleven dan ook bij Chris en die dragers. Tot, die in, tot Chris in het buiten zo met zijn toebak en overging. Tot het veilig was. Dan bleven die Belgen bij Chris. Zo het zijn tot de kemiezen komen, tot die haltrepen. Dan pakten die Belgen de toebak en dan gingen die terug ermee. Ah, zo. Maar die kemiezen waren nooit een dijk van de kanaal? Ja, wel, die waren ook een dijk van de kanaal, want die controleerden over de Maas. Hè. Ja. Jazeker. En wie deed je dat dan opvangen dan? Ja, goed, dan ging het Belgen terug met de toebak. Henk, hebben ze ons verteld dat Chris uiteindelijk dan opgepakt wordt en in Tudderen in de bakkerij zit. Ja. Dan is dat dan ook het einde van de smokkel in Heelse, vroeg?
Nee. Dat wordt Christen wordt bij de bekker en daar komen eerder over het heves. Daar komen ze fietsen op en af. En wordt er dan niet bang dat er weer opgepakt wordt? Nee, dat kost niet, want hou nu een verblijf pas van de, tot in Duitsland werkte. Dan was de vrije. Oh, zo waar? Ja, zo was dat. En dan doe je s'nachts nog. Als toeval gehaald moest worden, dan wordt Chris wel hier. En die zat gewoon in de oorlog op Schwal? Ik zat op Schwal. Ik heb de boven op de Augustinus-Schwal gezeten. Die is nu afgebroken, gewoon bejaarde lui. Ja. En die heb ze de ganse oorlog op Schwal gezeten? Of best in de oorlog op Schwal afgekomen? Ik heb nog in klas 8 gezeten bij meester Pesch. Dat woonde een Duitse titel, moest ze Duits leren. Hè. Dus wat, ja, de meisjes aan die kant en vier aan deze kant, want er waren heel grote moer tussen. Hè. En ja, dan ben ik later naar de Amersfoort gegaan en toen ben ik gaat goed fietsen. En ja. En dan begon eigenlijk een nieuw hoofdstuk van de leven. Toen begon hoofdstuk 2, ja. Het fietsen van Henk. Het fietsen van Henk, joh. En Leo en Harry, we waren met drieën. Hè. Ja, maar dat is een aparte uitzending. Hè. Ja, dat kunt ook een uitzending hebben. Dat kunt nog een man, dat kunt me ook interviewen. Ja. Nou, Henk. Dan bedank ik je voor dit interview. En ik zou zeggen, hopelijk kan ze nog lang nog genieten van de verhalen. Nou, ik hoop dat de lieve Nijlse die daarvan kunnen genieten. We hebben in ieder geval straks als Henk dood is en ze zien dat nog eens, ze zeggen ze, oh, toch een verrekkeling.